Dit is nieuwsuitzending 066. En dat gaat over Jezus nummer 6. Dus op een bepaalde manier geteld is dit uitzending 666 over de samenzwering en Jezus. En die gaat wederom over Jezus en de samenzwering. Dat vind ik vast een ontzettend interessant onderwerp. En ik heb dus een heel klein stukje. Dit haakt op zich niet in over de geschiedenis. Wat ik jullie beloofd had. Om te gaan vertellen over hoe het verder ging met Amerika. Dat gaan we misschien nog doen. Hè? Maar dit is een uitzending van anderen. Via welke. Dit is een bepaalde groep van mensen. Dat zijn christenen. En die weten dat. En dan moet ik dan terug naar 5:23. Ik ga kijken of dat zo kan. Ja, dan doe ik hem hier gewoon even aan. En dan doe ik ik doe het geluid zo hard mogelijk. En daar ook. Ja, oké. Okay. Kijk of jullie het kunnen horen, ja? ...en een antichrist. En put himself in place of Jesus Christ. Every priest in America is an antichrist. Did you hear me? Who are these antichrists? Who is a liar, but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist... that denieth the Father and the Son. Oké, nu stop ik even. Wat je daarnet zag, er was een mopperaar. Maar hij heeft wel gelijk. En nu, wat je nu krijgt, dat is de stem van Jorge Bergoglio. Dat is de huidige paus. En... Ik doe het gewoon lekker voor jullie, omdat het kost gewoon lekker veel extra tijd. Om jullie lastig te vallen. Hè? Maar. Joh. Ja, daar is hij. Kennen jullie dit nummer? Even de reclame uitzetten hoor. We nemen even de tijd daarvoor. Hè? Maar dit nummer. Van Depeche Mode. Het gaat erover dat je een persoonlijke relatie hebt met God. Er is geen mediator dan degene die gestorven is aan het kruis voor jou. Duidelijk, hè? En dan gaan we dus nu terug naar deze meneer. Ik zal hem voor het gemak even full screen zetten. Dat van daarnet was van Depeche Mode. Dat is een hartstikke mooi nummer. En dan moet je ook echt, dan moet je die live uitvoering, die moet je downloaden, man. Daar moet je een dubbeltje voor betalen. Dat is zulke mooie muziek. Want daar gaat het om. Er is geen priester tussen ons en de Heer, dan Jezus die voor ons gestorven is aan het kruis. Het is echt heel lastig voor sommige mensen om dat te beseffen. Maar als je dat niet beseft, dan ben je de lul. Logisch gesproken dan, hè? En dan krijg je dus nu Jorge Bergoglio aan het woord. Ik doe een paar tellen terug. Dit is weer die priester, daar heb ik niet over. Hè? Dit is gewoon een protestant. Dat maakt niet uit. Hè? Het gaat, wat je zo dadelijk gaat horen van Jorge Bergoglio, dat is de huidige paus. Dat is Franciscus de Eerste. Jezus de Tweede noemen ze hem ook wel. Oké, nu allemaal, ga nog even naar de keuken,
pak je kopje thee, pak je rooibos erbij, ja. Huh, achterover leunen en daar komt hij. Who is a liar, but he that denieth that Jesus is the Christ, he is Antichrist that denieth the Father and the Son. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Ok, li hoorden jullie? Ik pak hem even terug. Er zijn, there are those who believe you can have a personal, en dat staat er twee keer. Waarom weet ik niet, maar misschien vond die filmmaker dat leuk om dit te doen. Ja. A personal, personal, direct and immediate relationship with Jesus Christ. Ja, dat klopt. Dat is precies waar Jezus het over had, namelijk. Jezus zei, niemand komt tot de Vader dan door mij. En het woord door, dus door, is ook wel, Jezus wordt ook wel de deur genoemd. Jezus is de deur. En Jezus die heeft ook gezegd tegen zijn volgelingen, van luister eens mens, ik moet dood. Dat klopt allemaal. En dat betekent dus dat Jezus tegen jou vertelt dat hij wilde sterven voor jouw zonden. Dat was zijn wens. Het was nodig dat hij stierf. En zijn boodschap was, van als ik naar dood ga, ik was jullie allerbeste priester, ik heb jullie nooit een rode rotcent gekost, en dan snappen jullie waar je de Vader moet vinden. En deze meneer Bergoglio, dat heb ik al verteld in de vorige uitzendingen, dat die katholieke K-kerk, die KKK, dat die proberen dus geld te verdienen aan deze wijsheid, waarheid, eigenheid. En wat hij nu gaat zeggen, in de volgende, die ik nu op volgende plaatje. Dat is dus dat dat niet mag. Dus jij bent door de katholieke K-kerk verboden om een persoonlijke relatie te hebben met Jezus. En dat klopt niet. Wat ook niet klopt, is dat je aan vrijmetselarij gedoe gaat doen. En de vrijmetselarij, dat is ook een onderdeel van deze organisatie. Van die hoedjesdragers of whatever. Ik heb ook een pet hoor, zo erg is dat niet. Maar de KKK, de KKK die heeft meerdere vormen, heeft de Ku Klux Klan of zo. De Ku Klux Klan. Die hebben ook allemaal hoedjes. De paus heeft ook een hoedje. Deze mensen hebben ook allemaal een hoedje. Maar pas op voor deze mensen. Want dit is de antichrist. En dit is voorspeld in de Bijbel. Dat dit fenomeen een op zou stijgen. Dit moest er aankomen. En wij moeten daar tegenin gaan. Als een zalm tegen de stroom. En het is niet makkelijk. Het is voor mij niet makkelijk. En voor mensen in mijn omgeving ook niet. Dus ik ben niet de enige die het niet makkelijk heeft.
Ik mag mezelf gelukkig prijzen. Er zijn er meerdere. Hele lieve mensen die het allemaal niet makkelijk hebben. Ik sprak gisteren een vriend en die... Oh, sorry, ik ga even de microfoon verplaatsen. Heb je iets minder ruis? Mijn Mac staat een beetje te blazen. Is er hartstikke heet. Hold stuff. Ja, mijn Mac is bloedheet, maar het is ook warm hier, hoor. Maar dit is dus de antichrist. En het is de paus. Die manifesteert zich via de paus. Dat mag je ook zeggen. Er zit iets achter natuurlijk. Iemand heeft de paus betaald. Jorge Bergoglio. De huidige paus Franciscus de Eerste. En ik ben Perry Franciscus Martinez Winkel. Mijn opa, mijn opa van vader, mijn opa van vaders kant, die werd Frans genoemd. Maar zijn echte doopnaam was Franciscus. En hij heette F.A. Dus Franciscus Alexander, zo heette. En mijn tweede naam is dus van hem, Franciscus. Ah, de paus dus ook. Tegenwoordig. Die eikel. Ik mag hem gewoon... Nee, ik mag hem geen eikel noemen. Want je moet je ontzettend mee oppassen om de paus te beledigen. Dat moet je echt niet doen. Sinead O'Connor. Die heeft het in de bolle vet gehaald. Om het wel te doen. Dat was het einde van haar prinscarrière. Ze heeft het een mooie nummer gehad van... Nothing compares... Nothing compares to you. Had ze niet moeten doen. Je moet oppassen met de paus te beledigen. Dat is heel gevaarlijk. Een van de lelijkste dingen die je kan doen met je eigen karma. En God zal betreurd zijn als jij ook gebrand stapeld wordt. Daar zit God niet op te wachten. God wacht op zijn kinderen. De zoon der mensen. Of des mensen. Maar de zoon van de mensen. Daar zit God op te wachten. En dat is de wederkomst die eraan komt. En het vervelende is dat wij mensen leven maar 80 jaar als je mazzel hebt. Dus mijn vader is met zijn 67ste gegaan. De vader van mijn vader ging met zijn 83ste. Dus die was over de limit. Die was voorbij de houdbaarheidstijd, zullen we zeggen. Die ging ook echt met een glimlach weg. Die is gewoon gelukkig dood gegaan. En zijn vrouw, Hillegonda, dat is een mooie naam. Hè? Hillegonda, die ging met haar 90ste. De moeder van mijn moeder, die ging met haar 63ste. En haar vader... Tegen de 64ste of zo. Maar 80 jaar, dat is een beetje het streefpunt. Dat vinden wij een mooi getal. Dan heb je een mooi aantal rondjes om de zon gedraaid. En dan ben je er zo duizelig van. Ik denk van nou, weet je wat? Ik hou ermee op. Dat is een beetje wat God bedoelt.
En in die korte tijd kunnen wij maar heel erg weinig waarnemen. En die klojo's, die nou in beeld zijn, die outside of the communion and mediation of the church, die klojo's van de kerk, die Babyloniërs, die doen aan lange termijn planning. Het is een asymmetrische oorlogvoering die ze tegen ons doen. Want zij zitten te dicteren wat er gaat gebeuren. En 9-11, dat is door Hurley in de jaren 70 al gepland. Daarvoor al. Want in de jaren 70 zijn ze gaan bouwen. En toen wisten ze al precies wat ze aan het bouwen waren. Het zou gewoon zoveel jaar duren en dan twee vliegtuigen erin. Er zaten allemaal explosieven in dat gebouw, misschien van tevoren al. Maar ze wisten het precies. Die twee torens moesten omlaag. En ze hebben erbij, dat hele complex, er zat ook allemaal goud in de kelders. En dat goud hebben ze allemaal gejat. En dat is de paus. Ja, dat is Jorge Bergoglio. Paus Franciscus de Eerste. Of Pope Francis de First. En dat is je antichrist. Nou, de antichrist, die wil jij niet. Ja, nu ga ik serieus worden. Want dit wil jij niet. Het is niet mogelijk dat jij dat wil. Je moest het weten. Deze vertegenwoordiger, deze vicar of Christ, noemt hij zichzelf. Hè? Jezus de Tweede. Hij vertegenwoordigt een organisatie. En die heeft een... Het woord materialisme schiet me niet direct te binnen. Dat was een grapje natuurlijk. Maar de katholieke K-kerk... De KKK, die heeft een partij land in handen. Dit was geen internetstory, ik heb een beetje de hik. Maar een partij land en havens en mijnrechten en visrechten. Je wil het niet weten, man. Het zijn mensen die zijn bang. In de I Ching heten deze mensen de onzekeren. En dat komt omdat ze niet verzekerd zijn van het feit dat God van hun houdt. Nu maak ik een taalfout. God van hen houdt. Ze omringen zich met weelde en een mooie gewaden. En dat was Jezus niet. Even verder kijken of je een beetje een mooi plaatje kan vinden. Deze link. Die moet ik dan maar eventjes kopiëren. Dat jullie hem ook na kunnen zoeken. Deze prediker is niet per se mijn grootste favoriet. Maar hij spreekt er in elk geval over. En deze vind ik wel leuk. Kom, ga even naar deze. Dit is een negroïde man. Kom op. Nu zijn jullie gelijk als flat earthers. Denk je van, oh nee. Er staat hier een globe. Ik luister hier niet maar. Dit is een conspiracy theorie. Maar kom, we gaan even naar hem luisteren. Ja, gewoon een neger. Ik doe de microfoon even opzij. Dit gaat erop. Okay, well, how do you know the difference? You look at what they produce. You look at their fruit. If the fruit is good, then the tree is good. And if the fruit is bad, then the tree is bad. If we look at the very first time in the Bible that fruitful's ever mentioned, in Genesis 1... Ah, dat was een geweldige uitspraak. Dit klopt toch ook? By their fruits you will know
their name. Bij mensen, in het Nederlands hebben wij een spreekwoord. Het staat niet in de Bijbel, hè? Echt niet hoor. Maar wij hebben het wel als spreekwoord. En dat spreekwoord luidt: er is niet alles goud dat er blinkt. En als je mij goed begrijpt, dan staat dat wel in de Bijbel. Maar dat staat niet in de Bijbel van er is not only gold that blinks. Hè? Maar het Nederlandse spreekwoord is: het is niet alles goud dat blinkt. Daarmee bedoelen wij zachtaardigen, zachtmoedigen. Dat we moeten oppassen voor bepaalde mensen. Want sommige mensen lijken goed. Ze lijken goud. Maar ze zijn het niet. Sommige mensen blinken wel. Maar ze zijn niet goud. En Jezus heeft er ook voor gewaarschuwd. En wat we nu gekregen hebben, dat heeft Jezus voor, dat heeft hij al gezegd, of zijn volgelingen hebben dat gezegd. Het doet er niet zoveel toe. Maar dat die foute mensen, die zullen zich gaan organiseren. En dat zullen ze gaan doen in bepaalde getalsmatige verhoudingen. Dat zijn psychopaten. Het zijn mensen die van de apen afstammen. Ze denken alleen maar aan vrouwtjes neuken, om het maar even zo grappig mogelijk te zeggen. En ik vind zelf vrouwtjes neuken echt een geweldig idee. Daar heb ik niks op tegen. Maar zij zijn er een beetje bezeten van. En die apen, die hebben zich dus vastgeklampt aan de waarheden die ze uit de priesters gemarteld hebben. Ze hebben priesters gemarteld en priesters gedwongen om te vertellen hoe het zat. De goedaardigen. En die waarheden hebben ze opgeschreven en zijn ze toegegaan pas. Ze weten het gewoon. Hoe ze hun ongelooflijk smerige spel moeten uitspelen. En dat moeten ze doen in getalsmatige verhoudingen. Dat kan niet anders. Dus er moeten 10 koninkrijken komen. En iets met 7. 4. Dat moet er allemaal in komen. En dat zal waarschijnlijk, als alles goed gaat, ook gewoon gaan gebeuren. Wat is er nou erg aan het feit dat we de aarde verdelen in een 10 à 7 koninkrijken. Koninkrijken. Maakt er niet uit. We zouden dat allemaal best wel, denk ik, oké vinden. En dan gaan we lekker die mestizo's, laten we lekker in mestizionianië. Weten jullie wat mestizo's zijn? Dat zijn, wij noemen dat, dat heet dan Hispanics. Het zijn mestizo's, moet je ze noemen. Halfbloed Indiaans. En dan de vader is dan blank. Een Spanjaard. Geeft die mensen hun eigen land. Laat ze gewoon daar wonen. En geef die inheemse bevolking van Zuid-Amerika gewoon hun land terug. En laat die mensen gewoon werken op het land. En dat ze ook wat ze werken, dat ze dat zelf krijgen. En de paus, die pikt dat allemaal in. En je mag van de paus wel werken. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Maar van jouw arbeid hou je 20-30% over.
Dus die gang van de paus, dat kan echt niet, mensen. Ik vind het vervelend om het tegen jullie te moeten zeggen. Maar zo is het. Want wij kunnen niet voor 100% gaan werken en maar 20% overhouden. Er is een noodzaak tot belastingbetaling. Dat is zonder meer waar. Als jij geld wil verdienen hier in Nederland, hier in Arnhem, hier in de Rodenburgstraat. Als jij geld wil verdienen, dan ga je belasting betalen. Dat lijkt me wel zo logisch. Jij verdient toch dat geld. Dus dan mag je ook wel een beetje afdracht doen aan de sociale, infrastructurele nutsvoorzieningen. Dat heet belasting. En belasting heffen we alleen aan de mensen die geld verdienen. Ik dwaal misschien een beetje af, maar als je voor iemand gaat werken, als je bent een arbeider, je bent een loonwerker, als je gaat een klusje voor iemand doen, dan ga je schilderen of de tuin harken of de heg snoeien of een sloot schoontrekken. De sloten die groeien altijd vol met allemaal waterplanten en die moeten eruit getrokken worden met een hark. Of je neemt je apparaatje mee. Zo'n machientje. Kijk, dat is gewoon lonen. En daar hoort geen belasting over geheven te worden. Dat is niet nodig. Je moet belasting heffen over mensen die rijk zijn, die een business hebben. Dus als je een business hebt, een zaak, en je gaat gewoon lekker bovenmodaal verdienen, dan moet je tot op zekere hoogte toestaan. Dan moet je vooral niet te vroeg gaan afknijpen. Maar dat zijn degenen die belasting moeten betalen. Dat wil zeggen de ondernemingen, niet de persoon. De natuurlijke personen. Dus de natuurlijke persoon die met 1 miljoen per jaar naar huis gaat, dat is gewoon netto. Maar dat bedrijf, die coöperatie, die gaat daar belasting over betalen. Dat is eerlijke belasting. En de paus, die heeft dus een systeem ingevoerd hier in Nederland, maar ook in Engeland. Het heet BTW. En op zijn Engels is dat VAT. En het heet Value Added Tax. En in het Nederlands heet dat belasting toegevoegde waarde. Nou, dat belastingsysteem, dat zet de deur op een kier open voor enorme fraude. Daar moet je mee stoppen. Dus BTW is wat mij betreft prima. Dus als je iets verkoopt aan een consument, dan betaal je gewoon zoveel procent belasting. Dan is een deel van jouw verkoop valt terug naar de overheid. Want je verkoopt aan een consument. Als je verkoopt aan een producent, dan hoort daar geen BTW over geheven te worden. En als je dat wel doet, en dat gebeurt momenteel, dus momenteel heb je gewoon kan je gewoon een business opzetten. Dan maak je 2 firma's, 2 producenten. En de ene producent die gaat een factuur sturen aan de andere producent. En die andere producent die stuurt een factuur aan die eerste producent.
En dan gaat die eerste producent, die gaat de BTW terugvragen. Want dat kan. Hè? Die heeft een factuur gekregen van producent A. En die zegt, ik wil 21% BTW terug op mijn rekening. En die krijgt die ook. Alleen hij betaalt die rekening nooit. Snap je de grap? Ons belastingstelsel, het is pauzelijk. Het is antichristelijk. Het is gewoonweg gemeen. Het zuigt ons droog. Op zijn Engels gezegd. En Jorge Bergoglio, kom, ik ga even kijken of even een beeld kan komen. Ja? Hier is hij nog. Francesco d'Assisi. According to legend, Saint Francis once saw a leper whose sores and smell repelled him. But instead of turning away, Saint Francis kissed his hand. The leper returned the kiss, then disappeared. The kiss is thought to represent peace. And he asked all together, each in his or her own way, to pray. Ja, je moet hier echt van over je nek. Ze hebben allemaal keppeltjes op. Die twee linkeren hebben dan rode keppeltjes. En hij dan, Jorge Bergoglio. En een wit keppeltje. En die rechter heeft een zwart keppeltje, denk ik. Ik doe even het geluid uit en dan laat ik me even verder lopen. Om te kijken wat de kleur is van zijn rechter. Oké, dat gaat helemaal mis. Maar deze man, hè, die nou in beeld is, die heet Jorge Bergoglio. En hij was hoofd van de Jezuïeten in de jaren 70, begin jaren 80, van Argentinië. En Argentinië, dat heet ook wel Zilverland. En in die tijd dat hij dus hoofd was van de Jezuïetenorde. En you believe me. Jij gelooft mij. Dat de Jezuïeten de baas waren in Argentinië. En hij was het hoofd van de Jezuïeten. En onder zijn regime, mogen we wel zeggen. Hij was een soort woordvoerder, een vicar, vertegenwoordiger van een regime waar hij hardlustig aan meewerkte. In dat regime zijn 30.000 mensen van de aardbodem verdwenen. En er zijn moeders en die vinden dat vervelend. En die worden genoemd de dwaze moeders. Want ze vinden het naar of afwijkend dat ze hun kinderen kwijt zijn. En vaders die denken daar waarschijnlijk niet zo om of zo. Je hebt geen dwaze vaders. Die durven niet. Die worden omgelegd voordat ze Mississippi kunnen spellen. Even mijn muis goed zetten hoor. Het beeld is niet helemaal. Ik heb een beetje eronder in. Maar goed, laten we maar doorgaan. De katholieke kerk. Dat is Maria-verering van hier tot Tokio. En dat is niet goed. Dat is niet wat het goede is. Wat we nodig hebben
is een wereldleider. Wat we nodig hebben is iemand die alle geloven verenigt. Wat we nodig hebben is de allergrootste bruggenbouwer. De pontificus Maximus. Die hebben wij nodig. Daar moeten we naartoe. En deze man, Jorge Bergoglio, Paus Franciscus de Eerste, Pope Francis de First, die is dat niet. Hij is een materialist. Hij is absoluut niet wat Christus was. Hij is een antichrist. Hij liegt tegen ons. Hij is een zware leugenaar. En dit kan mij in grote problemen brengen dat ik dit zeg. Nog een keer. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Ik overleef dat wel. I'll be back. Het maakt mij niet uit. Ik dien alleen maar mijn Heer. En jullie vragen je af wie mijn Heer is, maar dat is gewoon mijn Vader. En het is jouw Vader ook. En je komt tot mijn Vader door Jezus. Doe dat alsjeblieft. En ga niet die vrijmetselarij onzin doen. Het zijn leugenaars. Het is eng wat ze doen. Want God bestaat niet. Ja, dat is punt 1. We gaan niet zeggen, de stelling van Pythagoras is groen op dinsdag, tenzij op donderdag, want dan is hij roze. Dat gaan we niet zeggen. Dus we gaan ook niet zeggen dat God bestaat. Want God bestaat niet. God heeft het bestaan veroorzaakt. Het feit dat jij kan formuleren bestaat. Het feit dat jij dat kan. Dat jij dat vermogen hebt, hè, om te zeggen dat bestaat, maar dat bestaat niet. Dat heeft God geschapen. God heeft dat gemaakt. Goed begrijpen wie God is, hè? En hoe die is. Het is lastig om te snappen hoe het zit. En Jorge Bergoglio, die liegt dus. Want onder zijn regime is het volgende gebeurd. En het is een heel erg verhaal. En daarin worden vrouwen gepiept. Wat doe je ook alweer met vrouwen als je boos bent? wat doe je met een vrouw? Dat je denkt van ongehoorzame. Jij ongelovige. Wat doe je met zo'n vrouw? Kleren uittrekken als eerste. Ja, goed, en de rest ga ik niet vertellen. Kijk, de katholieke kerk, dat is een organisatie en die predikt Jezus. Maar ze zijn het niet, ze zijn de antichrist. En zij trekken mensen aan die aangetrokken worden door het woord van Jezus. Net als eenden in de eendenkooi. Eendenkooi. In de kooi. En het zijn goed bedoelende mensen. Je gaat mij niet vertellen dat iedere katholiek voor 100% kut is. Want dat kan niet. Dat kan gewoon weg niet. Dat is logisch onmogelijk.
Ze hebben priesters en nonnen aangetrokken die dat gewoon wilden doen. En onder hen waren er een aantal. En die besloten tot de gelofte van armoede. En dat betekent dat je afstand doet van al je materiële welzijn. En je geeft je helemaal over aan de Heer. En dat wilden zij. En ze gingen prediken in de sloppenwijken van Argentinië. Waar ze ook maar lagen. Ook. En de paus die heeft toen gezegd van daar gaan wij mee ophouden. Wij gaan niet langer prediken in de sloppenwijken van Argentinië. En Jorge Bergoglio die vond dat een heel erg goed idee. Dus die heeft daar niet tegen geprotesteerd. Maar die mensen die zich aangetrokken voelden tot Jezus, tot wat Jezus vertelde, tot zijn verhaal. En Jezus heeft gezegd, bijvoorbeeld, ik doe maar een greep uit de grabbelton, maar kijk naar de vogelen des velds. En die mensen die wilden gewoon zo blijven. En ze waren happy in die sloppen wijken. Nou, er zijn er 105 van omgelegd. Onder het regime van Jorge Bergoglio. En dat is dus de Pontificus Maximus van vandaag. En hij vertegenwoordigt de Antichrist. En jullie moeten begrijpen dat als wij gaan beseffen dat de Antichrist gearriveerd is, dan gaat het nog 7 jaar duren voordat Christus wederkomt. En wij kunnen de terugkomst van Jezus versnellen door eerder in te zien dat deze meneer, Jorge Bergoglio, Paus Franciscus de Eerste, dat is de zoveelste vertegenwoordiger van de Antichrist. Als je dat begrijpt, sorry van mijn Duits, maar dat besef moet komen. En dan gaat het nog een hele tijd duren, namelijk 7 jaar. En dan komt Christus terug. En dan krijgen we een nieuwe tijd. En dan worden we wederom blij dat we kinderen mogen baren. En dan worden we wederom blij dat we naar kinderen mogen kijken. En dan worden we wederom blij dat we om kinderen mogen lachen. En dan worden we wederom blij dat we voor kinderen mogen zorgen. En die tijd komt. Dat kan niet anders. Of we gaan echt er helemaal aan met z'n allen. Dat is ook een idee. Dat vind ik ook niet erg hoor. Niemand die daar een traan om laat. Maar de manier die je hier in beeld hebt, dat is de Antichrist. En weet dat die gekomen is. Dus de Antichrist, dat is niet een futuristisch science fiction verhaal. Nee, de Antichrist is al lang gekomen. Op z'n Engels zeggen ze dan, voorwarnd is voorarmd. Het is een gewaarschuwd mens telt voor 2. En hou je oog
op Jezus. Gewoon, het is echt heel makkelijk. Wel, jij hangt dagelijks aan het kruis. Als je dat maar beseft. Elke dag zit je een beetje te kijken naar je eigen dood. En al die arme mensen die helemaal niet weten wat ze doen. En jij zit er gewoon hoofdschuddend naar te kijken. En je denkt van, oh, Heer, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. En jij hebt een persoonlijke relatie met Jezus. En Jezus is de makkelijkste filosoof na Boeddha te lezen. En als je denkt van, ja, ik heb Jezus uit. Ik wil meer weten. Ja, dan ga je lekker Boeddha lezen. Hè? Dan zeg je, oh, ik heb Boeddha uit. Maar wie ga ik dan lezen? Nou, dan ga je de Tao Te Ching lezen. En Confucius. Oh, die heb ik allemaal uit. En wat ga ik dan lezen? Nou, dan ga je nog verder in de geschiedenis. Dan ga je de I Ching lezen. Of de I Ching een keertje trekken. Maar je hebt een persoonlijke relatie met God. En die gaat door Jezus, comma Boeddha en de rest. En jij hebt niet deze vervelende vent nodig met zo'n stom pakje aan. En al die andere mannen. Ja, ik heb een rood dingetje. Oh, ik heb een zwart dingetje. Dat heb je niet nodig. En je mag je oog er niet op wenden. Van mij mag je echt naar porno kijken. De volgende keer ga ik het hebben over seks en porno. Dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar naar deze vieze vent mag je niet kijken. Tenzij je dus weet dat het een vieze vent is. Met een stom wit pakje aan. Het is gewoon Sinterklaas met schimmel tussen zijn knieën. Onze heilige vader. En dat mag helemaal niet. Er is geen heilige vader. En ik hoop jullie voldoende gewaarschuwd te hebben. En dan ga ik nu op zoek naar de stopknop. Om de uitzending af te ronden. Ja. En het, ja, hoe moet ik het zeggen? Als jij nu nog naar mij luistert. Dan kus ik je op je lippen. Ook al ben je een homo. Ja, alleen als je, ja, als je een vrouw bent. Ja, als je een man bent. Ja, ook. Ja, kom op. Poetin heeft ook Jeltsin gekust. Ja. Maar ik zeg wel tjus. Dag lieverds.